Die passie en alles, die is nu wel overgekomen. Je hebt een hele intrinsieke, wel diep gewortelde drang om het land te dienen. Om te dienen, ja. Ja, en voor het land te zijn. Nou, we hebben de film is er en daar zie je heel duidelijk ook wat er gebeurd is. En, misschien moeten we even naar Afghanistan. Ik maak wel even een sprong in de tijd, maar goed, je bent in Afghanistan. En dan is er een moment dat jij zelf persoonlijk daar in de moeilijkheden komt. Ja. Want het verhaal was dat jij in een auto reed. Ja, gestolen auto, ja. Gestolen auto, dat wist je niet? Nee, wij kochten daar alles zelf. Wij huurden alles zelf, een bepaald budget. Ja. Inderdaad, op de grote drukke rotonde werd ik vanaf gehaald. Wat gebeurde dan precies? Ja, dan word je meegenomen. Ik denk, nou, eerst dacht ik van, wat ga ik doen? Want er waren met Kalashnikov sta je op je gericht. En ik spreek natuurlijk geen Afghaans. Maar nee. Het bleek is uiteindelijk geroepen dat die auto gestolen was. En voordat ik het wist, werd wat geduwd en getrekt, had ik een zak over mijn kop. Toen kwam die zak, en toen werd ik in een busje geflikkerd. Mm-hmm. Ik denk, nu is het afgelopen. Ik had voor mezelf al afscheid genomen van mijn kinderen. Zo. Dus, dat blijft toch altijd een klote moment. Ja, dat busje, dat vergeet je nooit meer. Ja. Het opengaan van een busje terwijl je zak moeilijk kunt ademen, want het was helemaal nat, met zand. Ja. Nou, word je erin gesodemieterd. Mm-hmm. Wordt weggereden door de straten. Ja. Kets alle kanten op. Ja. En dat afscheid nemen, dat doe je dan in jezelf? Ja. Want je kan het natuurlijk niet spreken. Nee, je ziet voor me. Ik weet nog wel dat ik voor mezelf een paar dingen heb opgeroepen. Wat ik anders had moeten doen bij mijn kinderen. Ik zag alleen mijn kinderen eigenlijk op dat moment. Maar het ging meer even om je relatie tot hen, van dat je dacht... Ja, dat ik er nooit voor ze ben geweest en dat ik het wel voor hun gedaan heb. Los van de doodsangst speelde je geweten toch ook nog kennelijk op dat moment? Ja. Dat ik was boos op mezelf. En waarom zit ik hier? Ik had er voor mijn kinderen moeten zijn. Ja. Maar dat is dat moment, denk je, fuck, ga ik hier dood zonder dat ik ooit afscheid heb kunnen nemen van ze. En dat ik wil vertellen waarom ik dit heb gedaan. Ja. En dan word je naar een plek gebracht? Ja. Toen ben ik uiteindelijk mijn kleren van mijn lijf getrokken. Mm-hmm. En is me zo'n Afghaanse kleding toegeworpen. Mm-hmm. En hebben me nat gegooid en in die cel geflikkerd. Mm-hmm. Nou, en pikken donker. Mm-hmm. De Fransen nog stonden alleen een grote tafel in. Mm-hmm. Ja, toen was het afwachten. Toen werd het stil, koud, bibberen. En en toen gebeurde het op een gegeven moment. Ik dacht zelf dat het uren later was, maar ik heb geen besef van tijd. Mm-hmm. Ja, dan gaat die deur open en dan op een gegeven moment word je op de tafel getrokken. Mm-hmm. Met touwen aan je armen en benen. Mm-hmm. Ja, en dan ben je verkracht. Door één persoon? Nee, er zijn meerdere geweest. Mm-hmm. Er zijn meerdere geweest. Wat ik heb, en dat is wat mij bijstaat, is dat ik... Het klinkt heel dom. Misschien denk ik van, hoe kan dat? Maar ik ben heel teruggevallen op de training en op de ademhalingstechnieken. Op jezelf zo min mogelijk schade berokkenen. Mm-hmm. Om door rustig te blijven. In het begin probeer je natuurlijk alle kanten je los te trekken. Maar dat heeft geen nut. Er zijn een man of 6, 7 die aan je lijf, aan je benen, armen trekken. Mm. En het enige wat je dan doet, is jezelf schade berokken. En dan is het rustig blijven. Ja. Het enige wat je kunt doen. En je weet dat er gaat gebeuren. Maar in zo'n setting is het meer leidzaam ondergaan. Ja. Mm-hmm. Ik heb mezelf zien liggen. Mm-hmm. Net of ik toeschouwer was in mijn eigen film. Mm-hmm. Ik zag mezelf en de pijn werd daar ook midden. Ja, ik weet niet, ik heb gewoon een soort uittraining gehad of zo. Zo dat de pijn zo heftig was en zo. Alles kwam in één keer. Ja. Ik kan het moeilijk uitleggen. Ik heb het proberen te beschrijven. Ja. Ik zag mezelf gewoon liggen. Ja. Ik zag het gebeuren. Is het trouwens zo als zoiets gebeurt dat je dan heel veel verdrinkt en dus verdrongen hebt en niet meer zo goed weet? Of hoe werkt dat bij jou? Nee, ik heb die dag, die vergeet ik nooit meer. Dus dat heb ik wel... Tot in detail? Nou, sommige dingen zijn even weg. Maar later komt het wel in detail weer terug. En kijk, dan moet ik zeggen, van nature ben je dat je wat dingen verdrinkt. Maar sommige dingen zijn zo emotioneel en traumatisch, mm-hmm. dat nooit meer weggaat. Sommige geluiden, sommige geuren... Dus je hoort dingen. Ja, dan ben je weer even terug naar die moment. Die details die vergeet je nooit meer. Dat en zijn je ruikt die triggers. Ja. Weet je ook wat dat is wat je dan ruikt? Ja, nee, een bepaalde tabakslucht-achtige. Ik kan het niet uitleggen. Dat is ook net alsof of er planten worden gekneusd. En dat bepaalde lucht daarvan. Ja. Ja, dat blijft hangen. Smerige stromlucht van de riool. Ja. Waar je uiteindelijk overheen bent geknikkerd en zo. Dat
Een voorbeeld, sommige geluiden. Laatst liet mijn vrouw me enorm schrikken. Ja. Nou, ik heb een hele avond ruzie gehad, hoor. Ik zat was je boos op haar? Ja, ik was, ze weet dat ze dat niet moet doen. Ook als ik achter in de fitness bezig ben en ik hoor wat, dan roept ze, ik ben het. Ja, het klinkt stom, maar dat zijn dingen die plotseling komen. Dat zit nog bij me in. Zolang ik kan zien en alles wat er gebeurt. Ja. Dus als mensen daar herrie gaan maken, ik zie het, is geen probleem. Ja. Maar als het achter me gebeurt, dan heb ik daar wel problemen. Ja.